Oorlog is niet één drama van miljoenen. Oorlog is miljoenen malen het drama van één. En één van die drama's is het drama van Hanni Schaft. Op dinsdag 17 april 1945, minder dan 3 weken voor de Duitse capitulatie, wordt Hanni vanuit het Huis van Bewaring in Amsterdam door 5 mannen in een vrachtauto naar de duinen van Overveen gebracht. Kort daarna maken kogels een einde aan een veel te kort leven. Ik kom vaak in de duinen van Bloemendaal om er te wandelen. Ik hou van de ruimte en van de stilte. En als ik in de verte het grote kruis zie op de erebegraafplaats, dan denk ik vaak aan het meisje met het rode haar. Veel te vroeg kwam een einde aan een leven van een vrouw vol dromen en vol talenten. Ze was moedig en onverschrokken. En dappere vrouwen als Hanni moeten we koesteren.